Ik tril helemaal. City is er klaar voor, hoor. Yes mensen, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik ga Figo verrassen. Hij moet vandaag tegen PSV, maar ook tegen Manchester City. En ik ben erbij. Ik ga nu aankloppen. Wil je trouwens dat ik de volgende keer bij jouw club langskom? Laat het dan weten in de comments. Niet boven, maar beneden. Drup, drup, drup. Laat het regenen. Figo. Figo. Hallo? Figo. Hallo. Oh, hij is gaan huilen. Kom eens hier. Kom eens hier. Hij is gek. Kijk eens wie hier hebben. Hij is weggerend. Hij was bang. Hey, kom eens hier. Hey. Hallo, wat zei je? Ik schrik me dood. Wat dacht je? Dat weet ik niet. Je deed een raar stemmetje, hè? Daar was je een beetje bang van geworden, denk ik. Ja. Mogen we naar binnen komen? Ja. Kom maar binnen. Hij is geschrokken. Nee, ik deed een heel naar stemmetje. Dat is eigenlijk niet zo goed. Hij is helemaal zenuwachtig voor vandaag. Oh. Kom binnen. Ja, Figo. Ja, ik deed... Ik riep jou, hè. Ik zei zo, Figo. En dat vond jij een beetje eng, denk ik. Ja. Dat was niet zo slim van mij. Ik denk, daardoor ga jij om de hoek kijken, maar jij ging wegrennen. Ja. Eén ding is zeker, je bent supersnel. Ik heb begrepen dat je heel laat naar bed bent gegaan. Ja. Hoe laat is dat? Rond 11 uur. Hoe kan dat nou? Weet ik niet. Ik vond het een beetje spannend, want ik zit hier te spelen. En vanochtend was je al om 3 uur wakker? Nee. Nee, hoe laat? 5 uur. 5 uur. Ik moet zeggen, jij bent niet de enige die zenuwachtig is, hè? Heb je de wolken gezien? Het regent keihard. En hoe kan het nou dat je zenuwachtig bent? Is dat omdat je tegen PSV moet, of tegen City, of gewoon tegen het hele... City. En dat de hele grote clubs meedoen in dat toernooi. Het is het Robin van Persie toernooi. Ja. En toevallig ken ik Robin van Persie. Zal ik even zorgen dat er matchfixing plaatsvindt? Ja? Ja. Ja. Sorry, maar dat kan ik niet. Ik hoopte dat je nee zou zeggen. Van nee, dat doen wij niet. Maar... Wat voor speler ben jij? Een middenvelder of rechtsbuiten. Hé, hey, Figo. Ja. Ik zit naast je. Ja. Oké. Okay. Kijk je niet naar mij? Wel. Vind je mij lelijk? Nee. Ben je blij dat ik er ben of is het extra spanning? Blij. Als je denkt dat ze tweeling zijn, nee, dat zijn ze niet. Het zijn wel broertjes. Hoe heet jij? Verder. Hoe oud ben je? 7. 7. Oh, is dat ook je rugnummer? Ja. En je zegt gewoon ja, jullie hebben nog geen rugnummers, toch? Nee. Wie is je favoriet speler? Figo, echt waar? Serieus? Figo. Robin van Persie. En ja, dat heb ik even een mooi shirt net gezien. Kijk, dit is een bijzonder shirt, hè? Ja. Laat eens even zien. Voor Figo van Robin, gefeliciteerd met je toelating tot de BVO van Excelsior. Zet hem op, wat betekent BVO? Betaald voetbalorganisatie. Dus je bent nu echt een soort van prof? Ja. En Robin van Persie, topscorer alle tijden van het Nederlands elftal, die is begonnen bij... Excelsior. Figo, kom eens. We moeten wel op tijd komen. Straks komen we te laat. Kom op, allee. Je moet viraal gaan. Ja, je moet viraal gaan. We zijn aangekomen op het terrein. Ben je nog een beetje zenuwachtig? Nu niet meer. Ja, toch, we hebben even pokus geluisterd van Snelle, Lil Kleine, Kevin, Ronnie Flex. En nu ben je helemaal Flex. Ja. Oh, Robin. Van Persie. Oh, Figo. Van Figo, 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 Figo. Ik ben voor jou een liedje aan het zingen, je luistert niet eens. Ja, waar is jouw team? We gaan op zoek naar jouw team. Kijk eens, wie is dit? Bram. Goddie. Hallo. Ja, ik heb Figo opgehaald van huis. Echt? Ja, ik ga chillen met jullie. Echt? Kom, breng me naar jullie team, kom. Hey boys! Oh dee! Kom! Ik tril helemaal. Nou, ik hou je vast. Tril je nog steeds? Ja. Ik heb Figo thuis opgehaald. Ik ga eigenlijk Figo speciaal volgen, maar ja, het zit in jullie elftal. Dus ik ga kijken dat jullie tegen PSV gaan. Jullie gaan tegen... Manchester City. Wow, Manchester. Weet je wie meedoet? Kevin De Bruyne doet ook mee.
als Kevin de Bruyne meedoet, dan mag Van Persie ook met jullie meedoen, hè? Ja, ja. Ze snappen het niet. Ze zitten in de verkeerde kleedkamer. Kijk, ze zitten bij Dortmund in de kleedkamer. Dat kan toch niet? Oh, mensen, kijk eens, een spion. Hey, weg daar. Yo, are you from England? No? Hoe heet jij? Ryan Abadi. Ik kan heel goed dansen. Laat zien dan. Hè? Laat zien dan. Oké. Okay. Is het dansen of shaken? Als je scoort, wat ga je dan doen? Ik ga met hem deze doen. Ik ga deze doen. Hij heeft zeg maar de Z van Kuzani. Wat vind je van FIFA? Leuk, goede jongen. Waarom is hij een goede jongen? Ik weet niet, ik heb hem nog nooit gezien. Hoe heb je hem nog nooit gezien? Ik zit niet in deze team. Oh, je bent ouder? Ja. Dus jij moet eigenlijk het team op sleeptouw nemen? Ja. Waar is je touw dan? Is bij de bal is mijn touw. Eigenlijk mijn vriendin, maar vooral mijn touw. Kan jij wat vertellen over Figo? Hij kan heel veel trucjes. Hij is goed aan de bal. Hij heeft goed schot. PSV is er, hè? Ze gaan straks tegen jullie, hè? Oh, jullie moeten verliezen, oké? Nee. Kom aan, verliezen. Niets is sterker dan het ene woord. Faaien. Heb je meer krullen dan skills of meer skills dan krullen? Nee, natuurlijk. Nee, wat heb je? Meer skills. Dan krullen? Ja. Heb je veel skills? De wedstrijd gaat bijna beginnen, althans de eerste wedstrijd tegen PSV. Daarna moeten ze tegen Manchester City, maar eerst moet dit klusje geklaard worden. De boys zijn een beetje ontspannen. Is dat goed of moeten ze scherper worden? Luister dan, je moet even een beetje fluiten voor Excelsior, man. Nee, man. Altijd eerlijk, hè? Doe je altijd eerlijk. Excelsior is de club waar Van Persie is begonnen. Ja, maar ja. En ik ben ook vandaag met hun, toch? Gun ze een beetje, gun. Nou, het is een toernooi. Altijd eerlijk gebeuren. Ik heb het geprobeerd. Kom maar, Figo. Kom maar, Figo. Pak hem maar. Pak hem maar. Kom, weg die bal. Oh, nee, 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 nee. Oh, oei. 1-0 PSV. Kom maar, Figo. Goed, Figo. Ja, Figo staat in de spits. Normaal gesproken is hij middenvelder. Oei, er komt weer zo'n schot. Oei. Wat een goede goal, zeg. 2-0. Psst, mooie bal hoor. Ja, eerste echte aanval voor Excelsior. Oh, kom maar. Jammer, zeg. Mooie actie hoor. Goeie bal ook. Wat een mooie aanval van PSV weer. Jongen. Ze maakt het Excelsior ook niet makkelijk, hè. Hé, kalma. Oeh, oh, wat een solo goal. Niet normaal. Hij komt iedereen voorbij als verdediger. En dan ook nog eens zo mooi afmaken. En daar vliegt erin. Oei. Het is zelfs 4-0. Kom, Excelsior, come on. Oh, nee, jammer zeg. Een eretreffer was toch wel fijn geweest. Ai, de wedstrijd is voorbij. 4-0, het is een pak slaag. Maar kom op, ik ben fan van die boys. Ik ben nog steeds fan van die boys. Ik ga ze even een brassa geven. Een brassa, straattaal, Surinaams, een knuffel. Zwaar verdiend. Heerser op het middenveld, aanwezig. Kom aan, jullie hebben gestreden. Het is wel PSV, hè? Hey bro, hallo. Hey. Hij lijkt op dinges, hè? Op Kramer, die oude spits van Feyenoord. Lekker, man. Je lijkt op hem, hè? Weet je wie dit is? Ja. Kramer. Ja, hij werd weggestuurd omdat hij... kroket ging eten. Ah, het is goed. Ga je ook even kroket eten dan? Nee. Ik zei toch, jullie moeten rustig met hun doen. Ja, Loesje. Jij ging met examen tegen hun. Maar hun hebben hun best niet gedaan tegen jullie, hè? Hun moeten straks tegen City en dappers gaan ze hun best doen. Verme jongens, stoere knapen. We gaan ons opladen voor de volgende wedstrijd tegen City. Even goed nadenken hoe we de strijdplan gaan doen en dan gaan we ze gewoon klaren. Ja, toch? Ja, toch. Je weet zelf. Ja, ik weet het niet. Jawel.
Ik zie dit altijd bij young boys, young girls, die spelen dit. Ik heb het een keer geprobeerd, het ging niet heel erg goed. Hoe heet je? Kander. Kander? Ja, moeilijke naam. Moeilijke Kander, naam. Hij kan het als geen ander. Hey. Hey, applaus, okay. Applaus, applaus. Dankjewel. Hey, maar even man, zo, laat me. Ik voel me opeens alsof ik niet kan voetballen. Zo, oh. Boys, ik heb groot nieuws. Jullie hebben net verloren van PSV. Ja. Maar ze waren een jaar ouder dan jullie. Weten we. Oh, weten jullie al? Ja. Oud nieuws. Over oud gesproken, dus ze waren een jaar ouder. Snap je die? Oh ja, flashback. Robin van Persie toernooi. Ik ben hier bijna iedere keer. En ik heb hier met Robin van Persie en Tony Villena 3-3 gespeeld. Tegen Young Boys van Feyenoord en Anderlecht. Die beelden halen we eventjes terug. Weet je wie op dit toernooi ooit helemaal stuk heeft gemaakt? Ja. Rayen Bounida. Rayen praat best wel veel en hij heeft heel vaak leuke teksten, maar en soms ook niet. En ik heb afgesproken met hem, als ik hem een panna geef, dan mag hij heel de dag niet meer praten. Mee eens? Maar behalve bij wedstrijden. Wacht even bro. Nee, ik sta wachten. Kijk hoe hij staat. Oh! Ik heb hem geflasht, ik stond op zijn voet. Hé, hey, niet praten. Sst. Wacht even. Kom even dichterbij, kom even dichterbij. Ja, we zijn bezig. Hé, hey. Hoe heet jij? Heb ik een grote neus? Heb jij panna gekregen? Hallo, je mag heel de dag niet praten. Hoe ga je dat doen? Hij slaat de microfoon. En zo naar Rayen. Het is de R to the O, het is gewoon... Ronaldo. Oh! Hey, die is gruwelijk. Die heb ik nog nooit gehoord, bro. Die was van mij. Sorry, hij was van hem. Sorry. Oh! Hi, Manchester City in the building. I see Kevin De Bruyne, I see Sané. Hey, Sané is de captain. Hey, en ik ben er ook. Kijk eens. City is er klaar voor, hoor. Wauw. Wie zijn wij? Excelsior! Wat gaan we doen? Winnen! Wie zijn wij? Excelsior! Wat gaan we doen? Winnen! Rayen, het is nu wedstrijd. Je mag weer praten. En hij scoort hem gewoon. 1-0 Manchester City. Goeie bal voor Rayen, zeg. Goeie voorzet ook. Oh! Nou, ik zie allemaal een beetje teleurgestelde kopjes. Maar kom op, het was wel Manchester City, hè. Ik ben wel de tel kwijtgeraakt, eerlijk gezegd. Hoeveel is het geworden? 2-0. 2-0? 4-0. 2. 3. Ja. 3. Ik denk wel dat het minimaal 4-0 is, maar maakt niet uit. Ik zal die goals ook snel vergeten. Maar heb je wel tot nu toe een leuke dag? Ja, heel leuk. En wat maakt het leuk? Dat jij er bent. Ja, yes, eindelijk.
Augustus. Rustig man, met jou ook? Ja, lekker man. Leuk dat je er bent. Ga er vandoor. Nee, ik ben nu net aangekomen. Nee, ik ga er vandoor. Oh echt? Ja, je bent aangekomen. Ik ga hem aanpakken, deze beveiligeren. Hallo.